Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 21 januari 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Back to business as usual. Nou ja, ook weer niet helemaal, want ik ben bijzonder laat thuisgekomen en ik heb nog niks voorbereid. Maar ik denk dat ik wel tijd heb voor een uitzending. Ik ga proberen om ook wat digitaals toe te voegen, maar geen garanties vooraf dat dat lukt. Eerst Alex bedankt voor de mail en Jan ook voor het morsewoord. Ik kan niet iedere reactie in de uitzending noemen, maar daar is de uitzending gewoon te kort voor. Maar ik stel alle mails zeer op prijs. En als ik het niet zo druk heb als de afgelopen dagen, dan stuur ik doorgaans ook heel snel een antwoord. Waar Alex me over tipte was wat inmiddels ook enkele andere sites al noemden, maar het verhaal is te groot om het niet te gebruiken. De DM380 van Tytera is gehackt. Dan zou je misschien zeggen, dat is misschien niet zo groot nieuws, maar dat is het wel. Eerder werd de RTL Dongel op vergelijkbare wijze gehackt en dat heeft grote gevolgen gehad, want daardoor werd het mogelijk om goedkope SDR-ontvangers te maken. Waar het om gaat is dat bij het apparaat de firmware is afgeschermd. Je kunt er dus niet veel meer mee normaal gesproken dan het ding gebruiken en de firmware-updates van de fabrikant gebruiken. Door het hacken is het echter mogelijk om eigen firmware voor het apparaat te maken. Ik heb bijvoorbeeld een scanningfunctie voor DMR toevoegen aan het apparaat. Er zijn, dacht ik, nog geen apparaten die dat nu kunnen. En het zou goed kunnen dat het ook mogelijk is om voor het apparaat andere modulatiesoorten als wellicht D-Star Fusion of DPMR te maken. Het artikel staat op diverse sites, bijvoorbeeld op hamnieuws.nl en Hackaday. En tenminste, dat heb ik in de gauwigheid gezien. En dit zou wel eens een van de grotere nieuwsverhalen van 2016 kunnen worden. PI4RAZ.nl heeft een item over de 9 kHz band. Niet bij zoveel mensen bekend, maar net onder de 10 kHz begint het ongereguleerde frequentiegebied. Daar worden geen vergunningen voor uitgegeven, maar ze zijn in veel landen ook niet nodig. Ook aan de hoge kant van het spectrum zit zo'n grens, anders zou je zonder vergunning geen licht mogen aanzetten of infrarood mogen gebruiken. 9 kHz zit in het audiogebied, maar dat hoor je niet als je die frequentie in de ether uitzendt, tenminste als het goed is. De uitzendingen daar gebeuren bijvoorbeeld met zeer langzame morsen of met digitale modulatiesoorten die een signaal nog diep uit de ruis kunnen vissen. Je kunt op die manier toch nog honderden kilometers overbruggen op dit soort frequenties. Rond de 6 kHz is wat dit betreft ook nog activiteit. Kijk op pi4raz.nl voor het artikel hierover. Ja, en hamdmr.nl, ham-dmr.nl moet ik zeggen, de site van PR3PM, heeft een artikel over de ontwikkelingen rond zelfvouwrepeaters die bijzonder hard gaan. Heel ander nieuws over DMR komt uit het Hol van de Leeuw, het land waar DMR Plus vandaan komt. Er is een webshop gestart waar je Brandmeister goodies kunt kopen. Voor de mensen die dat niet weten, dat is de grote tegenhanger van DMR Plus. Je kunt daar Brandmeister koffiemokken, t-shirts, een pullover met een hoodie. Je moet maar durven. Brandmeister rules, mensen. Ja, het Engelse bedrijf Sota Beams heeft een lief klein antennetunertje voor eindgevoerde longwire antennes gemaakt. Het ding is nog veel kleiner dan een Raspberry Pi en kan draadantennes tot 10 watt afstemmen tussen de 40 en de 10 meter. Een artikel hierover is te vinden op southgatearc.org en op Sota Beams zelf zit op sotabeams.co.uk met een S aan het begin dus. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xtv.me.